Ik ben Tom van Loenhout en ik ben cardioloog hier in het ziekenhuis. Maar daarnaast ben ik ook voorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg. En dat is een samenwerking die wij hebben als ziekenhuis samen met de ziekenhuizen in Arnhem, Rijnstraten en in Utrecht en de Wageningen Universiteit om de rol van voeding in de gezondheidszorg te bevorderen. Als cardioloog heb ik natuurlijk te maken met heel veel patiënten met aandoeningen van het hart en de bloedvaten. En die blijken heel vaak samen te hangen met leefstijl en ook met name met voeding. En dan denken wij als arts vaak aan geneesmiddelen, aan een diagnose en eventueel aan een operatie. Maar leefstijl en voeding is een heel belangrijk onderdeel daarvan. En als ik dat weet over te brengen en als ik daar iets aan kan doen, dan kan ik voor een patiënt veel meer betekenen. In de opleiding geneeskunde en later als arts ben je natuurlijk voorbereid om een diagnose te stellen en een behandeling, meestal medicijn of soms een operatie, voor te stellen aan de patiënt. Maar die rol van voeding en leefstijl is zeker op de lange termijn nog veel groter. Jij moet het laten merken dat het heel belangrijk is. En als jij dat doet als arts, dan wordt het opgepikt. En dan doet een patiënt er wat mee. En dan heeft hij uiteindelijk zijn hele leven baat van dat ene gesprek wat je dan al zegt.